Op welk scenario hebben jullie systemisch longend perspectief losgelaten? Ja, dat doen wij in de provincie Noord-Holland bij de ombouw van 23 bruggen en sluizen op de bediencentrale in Heerhugowaard. Welke voordelen levert dat voor jullie op? We hebben dat concreet gemeten, steeds per object. We zien aan opdrachtgeverscapaciteit een reductie van 23% ten opzichte van wat wij ingeschat hadden in deze serie. En qua bouwteamkosten is dat in de eerste ongeveer 18% geweest ten opzichte van de totaalkosten. En bij de laatste objecten, de halverwege zijn we nu met de laatste die we gemeten hebben, is dat 7%. Dus dat is echt meer dan de helft reductie van de bouwteamkosten. Nou, wat het van de organisatie vraagt is dat het echt wel een lange termijn focus vraagt. En dat is ook wel wat onze mensen willen. Dus je kijkt toch voor de komende 5 jaar naar een opdracht tegen zoiets aan. En mensen uit Vlissingen naar Noord-Holland, ja, dat is wel een opdracht. Maar mensen worden er ook blij van. Hè. Mensen die leren de mensen van de provincie kennen, de bedienaars, de gebiedscontractanten. En eigenlijk zie je dat dat een hoge mate van betrokkenheid creëert. Maar ook werkplezier uiteindelijk. En mensen weten gewoon waar ze voor de lange termijn naartoe zijn en richten zich daar ook op in. En dat is voor ons heel fijn. Dat maakt dat het kortcyclische eruit gaat en dat we naar langcyclisch kunnen kijken. Dat maakt ook dat je kunt investeren als organisatie in mensen en middelen en technieken die je hierop toe kan passen. Welke voordelen ziet jouw keten? Voor de keten is het enorm van belang dat je op lange termijn kan anticiperen op wat er gaat komen. Je kunt in de bouwteamfase standaardiseren op allerlei producten en technologieën. En eigenlijk hebben we dat ook gezien in de coronatijdperk, dat je juist in dat soort moeilijke fases moet leunen op je ketens. En je kunt dus eigenlijk op grotere schaal inkopen, waardoor je eigenlijk gesteld bent voor de langere termijn. En met dit soort seriematige aanpakken kun je dus ook met ketenpartners dat soort lange termijnafspraken maken en dat is een groot voordeel. Hoe kom je bij deze voordelen? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat zie je gewoon in de praktijk. Hoe ziet voor jou de uitvrager idealiter uit? Welke stappen moeten er gezet worden om hier te komen? Nou, als ik gewoon simpel kijk naar de uitvraag zoals dit traject is geweest, denk ik dat dat voor mij een ideale route is. En om dat toe te lichten, dit is uitgegaan van een aanbesteding die gericht is op een raamovereenkomst, een bouwteamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst. En wat daarin belangrijk is, is dat je als je langere termijn relaties met elkaar aangaat, is dat je zekerheden inbouwt, maar ook anticipeert op de onzekerheden die gaan komen. Zeker belangrijk in de aanbesteding is om het echte totaalpakket voor ogen te houden. Dat betekent dat we in dit geval gekozen hebben voor een samenwerking. Openheid over het verdienmodel die voor de hele klus geldt. En de belangrijkste risico's voor de hele fase. Dus echt op de totale fase voor ogen houden en daar ook de uitvraag op ingesteld. Het tweede, wat heel goed is geweest, is om als je dan gunt eerst een inrichtingsperiode te hebben waarbij je daadwerkelijk eerst mee aan de slag gaat om samen te gaan werken. Lukt dat wel, dan heb je een goede basis. Lukt het niet, dan heb je ook een goede basis om te zeggen, nou weet je, het gaat niet lukken om in deze setting te starten, dus moeten we uit elkaar. Wat zou er vandaag moeten gebeuren om morgen seriematig te gaan werken? Ja, ga er gewoon mee aan de slag en bouw veiligheidskleppen in. Hè. Je gaat een lange opdracht aan. Dat kan als een opdrachtgever voelen als een waagstuk. Dat is het niet. Hè. Je zoekt een partner waar je mee aan de gang gaat. En zorg dat je tussentijds, mocht het tegenvallen, mochten er andere inzichten zijn, dat er flexibiliteit in het contract zit. Dus ga een contract aan die flexibiliteit heeft, maar ga er wel gewoon mee aan de slag. Richard, eens? Zeker eens. En de korte versie is gewoon doen. Echter, het is ook wel zorgen dat je klaar bent met de juiste mensen, het juiste DNA en de juiste samenstelling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar uiteindelijk is het ook gewoon doen.